Ik ben Katja Langen, directeur Business Development bij Eneco en daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten zoals wind op land, energieopslag en biomassaprojecten. We zijn hier vandaag in het Windlab, dat is het educatief centrum van Eneco, waarin we duurzame energieles laten geven door de leerkrachten eerst op school en daarna de kinderen met de praktijk aan de slag gaan en hier windmolens bouwen. Het is belangrijk dat we midden in de maatschappij staan als Eneco zijnde, omdat de energietransitie daar plaatsvindt. En kinderen, dat is toch waar het begint. Bewustwording bouwen bij kinderen, zodat ze ook later mee kunnen denken en praten over de energietransitie. Wat we merken is dat de kinderen heel enthousiast worden om zo van dichtbij een windmolen te zien. Dat is toch iets wat je in het normale leven niet heel vaak meekrijgt. Kinderen worden daar super enthousiast over en daarmee komt die duurzame energie ook dichtbij. En daarnaast mogen ze hier gewoon knutselen. Ze gaan aan de slag met wat ze hebben geleerd. En zelf een windmolen bouwen en dan testen of die het doet, dat is natuurlijk echt een prachtig moment. Wat heel erg belangrijk is, is dat mensen zich serieus genomen voelen. En dat betekent dus dat het niet ons plan is, maar dat we samen een plan maken. Wat we tegenwoordig steeds vaker doen, is eigenlijk met een wit vel beginnen en samen een gebied inrichten. Samen vormgeven van oké, wat kan hier nu wel? Dus niet gaan voor technisch het maximale, maar maatschappelijk het maximaal acceptabele. Wind op zee hebben we ook nodig, naast wind op land. En we zien ook dat op zee er hele mooie extra positieve effecten komen. We hebben op dit moment 2 windmolenparken op zee en waar we ook vanuit de natuur onderzoek doen. Omdat we zien dat de natuur zich goed herstelt en dat er ook heel veel ontwikkeling is in de zee bij de wind op zeeparken. Maar bij wind op zee is er ook een omgeving. De mensen die aan de kust wonen kijken over de zee uit en kunnen ook hinder ondervinden van meer wind op zee. Dus daarvoor geldt hetzelfde als bij wind op land. De uitdaging om samen in dialoog te bepalen hoe we die energietransitie vormgeven. We hebben er zelf als Eneco zijn er bewust voor gekozen om midden in de maatschappij te staan. Dat hoort echt bij ons als duurzame energiespeler. En wat is nou mooier dan een windlab? Dat is dan toch het educatieve center waarbij je bij de jeugd begint. Dus het hoort heel authentiek bij wie wij zijn. En daarom hebben wij ervoor gekozen om dit zelf te doen.